ING had mij gevraagd om de Business Boost bij Ankerstot te doen. Dat betekende dat Patrick zou langskomen met zijn team om te gaan kijken van, weet je, hoe ziet je bedrijfsmodel eruit en zou dat ook anders kunnen? Zou je daar frisser tegenaan kijken? Nou, en was voornamelijk de frisse blik op jouw eigen bedrijfsmodel was voor mij dusdanig interessant dat ik zei van, ja, weet je, misschien kijken we wel, staren we ons wel een beetje te veel op wat wij normaal doen. Laten de leuke dingen misschien wel liggen of de uitdagende dingen. Jouw businessmodel, was dat een oud businessmodel? Ik denk een heel traditioneel businessmodel. 3 jaar vooruitkijken. Wat gaan we doen? Hoe gaan we groeien? Welke markten gaan wij ons op richten met welke producten? Dus dat is heel traditioneel. Het Canvas-model is natuurlijk niet voor mij een onbekende. Maar de manier waarop Patrick en zijn team daarnaar kijkt en het ook heeft gepresenteerd bij ons met zijn keuzes was voor mij wel eye-opening. Marijn, ik heb een aantal opties voor jou die ik graag zou willen dat jij die gaat verkennen. De eerste optie is geen dealers meer. De volgende optie die ik voor je heb is je gaat niks meer in Nederland doen, maar uitsluitend internationaal. Laatste optie, en het heeft een beetje met de starters van vandaag de dag te maken, is stel nou dat je echt helemaal opnieuw moet beginnen. Dus je gooit hier alles dicht, je slot op Ankerslot. En is jouw businessmodel die je had nu veranderd door deze opties? Heb je een heel ander businessmodel nu of een ander doel misschien? We zijn er nu nog mee bezig met een aantal mensen binnen Ankerslot om dat aan te scherpen. Maar het wordt zeker wel anders dan dat wij hem een jaar geleden hadden. Ja. Dus dat is wel verrassend. Het is absoluut verrassend. En als je nu een beetje terugkijkt op het hele traject, wat heeft het je gebracht? Het heeft voornamelijk gebracht dat je een frisse blik werpt op je bedrijfsmodel, wat je eigenlijk altijd wel zou moeten doen. Maar met behulp van iemand die van buiten afkomt, het ook wel sneller en makkelijker mogelijk maakt om dat te realiseren. Als tweede vind ik ook wel belangrijk dat wij een eye-opener hebben gehad van, weet je, je bent als bedrijf altijd bezig met je jarenplannen. Het waren eerst 5-jaren plannen, nu waren het 3-jaren plannen. En dan ben je met een team altijd mee bezig, hè, met je managementteam of directieteam of wie daar dan ook maar mee bezig is. En dat eigenlijk voor ons dan de 47 mensen die dan voor ons werken ook hele goede ideeën hebben. En dat je ook moet gaan richten op je eigen personeel en zeggen van, joh, kijk daar eens naar, wat vind jij daarvan? Heb jij daar nog ideeën en heb jij daar nog... En dat is voor ons echt wel een eye-opener geweest. Bij Ankerslot zie je dat zij ook in het midden staan van een grote transitie. Klanten verwachten steeds meer technologie in producten. Dat zie je met de slimme thermostaat en andere toepassingen van Internet of Things. En ook voor sloten en sleutels is dat een enorme trend. Dus voor hun om daar een antwoord op te vinden, daar goed naar te kijken, dat is de kans die ze hebben met deze Business Boost. Ja, ik denk dat ze met die slimme sleutel echt iets kunnen creëren wat voor hun onderscheidend is. Ze hebben productleiderschap, zijn internationaal geroemd om hun kwaliteit. Dus product zit goed. Als je nu die technologie erbij krijgt en daar klanten blij mee maakt, dan is er ook een zonnige toekomst voor Ankerslot. Zou je andere ondernemers aanraden om mee te doen? Absoluut, absoluut. Het heeft een hele grote meerwaarde om je eigen bedrijfsmodel eens wat breder neer te leggen. Soms realisaties te krijgen van mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn. En jezelf ook wel triggeren om wat meer te zien dan dat je zelf in je scope hebt. En als je nu denkt, nou, over 5 jaar, waar is Ankerslot dan? Over 5 jaar is Ankerslot en het mechanische gedeelte beter zichtbaar in Europa. En voor de elektronica zijn wij een belangrijke speler op de markt geworden bij particulier, maar ook bij de zakelijke eindgebruiker. Dus dan kunnen wij onze deur openen met de telefoon. Dat is het doel. Dat is het doel.